naar de kidstribune. Altijd leuk als ADO-spelers naar de kidstribune gaan, want die kinderen die reageren natuurlijk echt alleen maar zoals kinderen kunnen reageren. Dus ga het even meemaken. Kom, handtekening vragen! Heb je al een handtekening? En van wie is die? Kevin Jansen. Oh, moet je niet van de andere dan, van Mitchell? Die ga ik zo doen. Vertel eens even, Dennis. Ik bedoel, die spelers staan hier dan en in één keer komen die kinderen tot de ontdekking dat die ADO-spelers er zijn. En dan? Ja, meestal haal ik er even een paar om te zeggen dat de spelers eraan komen. Dan binnen de kortste keer is de stampers vol en gekke werk. Maar het mooie is ook dat jullie die spelers maar gewoon laten staan. Van joh, het komt wel goed, gewoon handtekeningen uitdelen. Ik heb de eerste 3 jaar geprobeerd te organiseren, onmogelijk. Het is niet te doen, hè? Nee. Kinderen zijn veel te enthousiast. Ja, maar dat is wat mooier, toch? Ja, dat is prachtig om te zien. Ik zie zelfs dames die handtekeningen halen. Ja. Maar waarom? We hebben mee het schooltoernooi meegedaan en toen kregen we vrijkaartjes. Wat gaat het worden vanavond? 3-1 voor ADO. Top jongen. Fijne feestdagen, hè? Fijne. Doeg!